Je kan veel uit water halen. Helaas ook steeds vaker plastic. Bah. Daar willen wij wat aan doen. Elke dag belandt er veel afval in het water. En ja, een deel van dat afval komt uit Amsterdam. Het regen- en rivierwater uit ons gebied stroomt via het IJ en het Noordzeekanaal helemaal naar zee. Het afval uit de gracht legt dezelfde weg af. Het verdwijnt nooit helemaal. Langzaam valt het uiteen in kleine stukjes. Microplastics. Onderweg eten vogels, eenden en andere dieren het op en ze kunnen er zelfs aan doodgaan. En uiteindelijk komt het ook in ons eigen voedsel terecht. Lekker hoor. Daarom halen de drijfvuilvissers van Waternet veel afval uit het water. Maar soms blijft het afval buiten hun bereik. Met behulp van nieuwe technologie van de Great Bubble Barrier kunnen we nu ook dat afval vangen. Het is een bellenscherm wat naast drijfvuil ook zwevend plastic door middel van luchtbellen naar boven brengt. De Bubble Barrier. Het bellenscherm werkt dag en nacht en wordt nooit moe. Met hulp van de stroming van het water wordt het afval naar een opvangbak gestuurd. Zo voorkomt de Bubble Barrier dat Amsterdams afval naar de zee stroomt. Waternet leegt de opvangbak en bekijkt de komende jaren hoeveel plastic de Bubble Barrier onderschept. We zijn blij dat we op deze manier plastic uit het water kunnen halen. Het is natuurlijk nog beter dat er helemaal geen afval in het water belandt. En daar kun jij mee helpen. Samen halen we meer uit water.